Het is 2:09. Programma Aan Tafel op Radio M Utrecht. Na een succesvolle tournee speelden Ellie Luyder en Eliane van Donselaar in december vorig jaar hun show Intens. Voor het laatst in Theater de Kom in Nieuwegein. Het tweede programma van Luyder en van Donselaar staat in het teken van intensiteit. Ja, onderwerpen als eerste liefde, een kist of een urn, smetvrees. Het komt allemaal aan orde in dit programma. Dat is uitgekomen op DVD. Ze zijn hier en het is vandaag ook een hele bijzondere dag. Dames, ja, goedemiddag. Mooi. Er staat een camera op je gericht. Wat is die man aan het filmen hier? Mijn rollen. Ja, Ronna, dan kan je die hier ook nog even filmen. Een prachtige profiel. Wat gebeurt er? Het komt op jullie site allemaal te staan. Dit komt vandaag op de site te staan, ja. Want wat gaat er vandaag gebeuren? Is er iets bijzonders of komen jullie lekker hier langs en gaan jullie daarna de kroeg in? Vanmiddag bij jou in de uitzending uiteraard, zoals je nu ziet. Ja. En dan straks gaan we naar Blue Drop, het productiebedrijf wat de DVD heeft opgenomen en heeft of gaat lanceren eigenlijk. Ja. Maar die foto is al hilarisch. Jullie staan hand in hand in een lichtroze badjas met een zonnebril en een enorme toeter op je hoofd naar de hemel te kijken. Wat is het verhaal daarachter? De fotografe die zei toen van, voordat we dus met Intens begonnen, van neem alle attributen mee die je in de voorstelling gaat gebruiken. En onze, even vooraf, onze eerste poster van ons eerste programma hadden we ook al de badjassen aan. Ja, dat is waar. Dus wij wilden graag wat moois, leuker op de foto, zeg maar. Dus we hadden toch maar voor alle zekerheid de badjassen meegenomen, want die zitten in het programma. Tamara en Bianca, onze Utrechtse typetjes, die spelen daar ook in. Nou, wat kiest de fotograaf uit? Je raadt het al. Alles werd weer weggelegd. De badjassen. En de hondenkap. Ja, ik kom op met een hondenkap. Ja. Bij de opening. Dus dat vond ze geweldig. En ja, wij zijn allebei echt super blij met deze poster. Dit is dus ook onze poster geweest. En dat is nu ook de voorkant van de DVD. Ja, hoe lang spelen jullie met elkaar eigenlijk, Ellie? Wij spelen nu 7 jaar samen. Ja. En we kennen elkaar nu een jaar of 10, 12. Zoiets. Lang. Lang. Ja, dus je kent elkaar wel heel goed, waardoor je ook makkelijk met elkaar speelt. Nog iets anders. Liefde, maar ook dood komt aan bod in het programma. Ja. En dan vooral het fenomeen dat je kunt worden opgezet als een diertje. Ja. Even een stukje luisteren nog. Nou, zoals Tippy, weet je wel. Nou, die laat ik later ook opzetten. Ook opzetten? Ja, dat kan je dan bij mij toch ook doen? Ik ga je toch niet opzetten, gek. Dat kan best, want ze kennen je in allerlei vormen klaar. Ja, in de vensterbank. En jullie kunnen ook serieus zijn. We gaan straks een liedje draaien. Dat is niet grappig. Dat zat ik vanmorgen eigenlijk te luisteren. Dat ik dacht, nou, daar zit een behoorlijke mooie boodschap in. Een kleine introductie is het misschien wel waard. Het begint over iemand die over de kade uitkijkt. Een soort kniertje. Haar man gaat uitvaren. En dan opeens keert het tij zich naar, mijn dochter zit bij de marine, gaat uitvaren. Maar dat is jouw dochter. Dat is mijn dochter, ja. En ik weet, mijn dochter was 19 toen ze bij de marine ging. En na een half jaar ging ze naar Curaçao voor 7 maanden. En dat vonden wij mooi gegeven voor een liedje. En Sietse Dolstra heeft het geschreven en we zijn er heel erg blij mee. Nou, mooiere introductie is er niet. Een vrouw op de kade, met smart overladen. Ach, hoe dikwijls is zij niet bezongen. Ze zwaait met een snik naar die krimpende stip van het schip met haar man of haar jongen. Ze vreest de gevaren der woelige baren als de najaarsstorm giert rond het huis. En opnieuw snikt ze zwaar als haar vent na een jaar weer terugkeert naar moedertje thuis. Ik vond het leuk dat jullie er waren. Wij ook. Ja, toch? Volgende keer weer? Ja, graag. Dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Wat stond er vandaag nog op het programma? We hebben straks die DVD wordt gepresenteerd. Krijgen we champagne en zo. Oh. Ah, hier krijg je helemaal koffie, hoor. En een klok. En een banaan. Hier. Oh. Nou, dag dames. Doei.